Yo, kijkers van Watch Jagger, welkom bij de derde aflevering van natuurlijk de Lord of the Rings aflevering op mijn kanaal. En ik ben hier vandaag niet alleen, we zijn hier met Dennis. Hallo. Hey Dennis, dit lijkt niet echt op deel, waar zijn we eigenlijk? Wat is dit voor banner? Ja man, dit komt me hier toch wel een beetje bekend voor, maar... Wat is dit voor banner? Dit vertel. Dit is de banner van Rohan. Ik wijs ook zo met die stok. Ja. Dit is de banner van Rohan. De Horse Lords. Oké, en... De Horse Lords. Maar ja, hey, ik... Waarom? Jij hebt Gondor armor aan? Ja, het is voor de fun. Ik heb... Ja. En ik zit hier... eigenlijk met... deel armor van de vorige aflevering. Maar goed. Hey, Dennis. Laten we even buiten een kijkje gaan nemen. Want... Het ziet hier leuk uit hier. Je hebt het leuk, lekker warm, dit plekje. Want ja, je hebt Gondor armor aan en je zit hier in Rohan, maar ik zie je hem. Wow, de hele poort ging dicht, jongens. Wat komt mij dit bekend voor? Die regen, dat komt me ook heel bekend voor. Ja, die regen die zien we hier wel vaker. Ik ga even mijn geluid iets zachter zetten. Van de weather. Zo. Mooi. Dennis, is dit gebouw van jou? Nee. Nee? Maar wat doen we hier dan? Koekeloeren, jongeman. We gaan even iets moois laten zien. Want... Ik wil graag weten wat het is. Kan jij ook... Hoe wil je dit laten zien eigenlijk? Want ik kan alleen maar lopen op de een of andere manier. Misschien... Dat jij mij vleugels kan geven? Oh, of nou, misschien dat jij even je vleugels kan geven? Oh, wat? Oh! Is het, hier, ik pak ook even een wapen. We pakken eventjes een bow. Dit is mijn favoriete wapen altijd, trouwens. Kijk, deze. Oh? Hoor hem eens. Oh. Hey! Nee, jongens, even zonder grappen en dollen. We zijn hier in Helm's Deep. En ik zit hier in Game Mode Creative. En dan denk je, maar dat is toch cheaten? Ja, want we gaan de Lord of the Rings een andere draai geven. En zoals jullie weten, in het verleden heeft dit misschien wel veel energie gekost aan veel verschillende projecten. Waaronder de Tales of the... Wat was het nou? Ik weet niet eens meer. Guilds of Lord of the Rings, weet ik veel. In ieder geval, weet niet of jij dat toen nog hebt meegemaakt? Heel kort. Ja, op dat moment hadden we er niet echt veel zin in. Was het een beetje demotivatie om die server actief te houden. Maar op dit moment heeft Dennis eigenlijk wat anders voor ogen. Want dit is volledig Dennis' idee weer eigenlijk. Om het op te pakken. Want ja, jullie kennen natuurlijk nog wel Project Middle-earth. Mm-hmm. En ja, dat is helaas stopgezet door Damien destijds. Damien. Ik weet niet meer hoe ik het zeg. Damien. En dat was zeg maar om de reden dat hij de prins niet op een rij kon krijgen. En hij wilde toch wel een beetje echt... een roleplay server gaan maken. Ja, nou dat hadden wij ook heel graag voor ogen, maar op een gegeven moment toen wilde het niet echt meer. En toen hebben we gezegd van ja, wij stoppen ermee, want je doet er zelf ook niks mee. Dus ja, later inderdaad. Ja, het was zeg maar van, want Dennis en ik zijn vrij simpel in het feit dat als wij zien dat de projectleider geen tijd meer investeert in zijn eigen project... Dan denken wij van ja, dan kunnen wij wel door gaan bouwen, maar er wordt uiteindelijk niks mee gedaan. Dat vinden we een beetje jammer. En ja, nou heeft Dennis een besluit gemaakt. En dat is Dennis. Om het gewoon een beetje weer op ons eigen houtje te gaan doen. Zo eigenlijk eerst wat we gaan doen. We hebben toen een keer een nieuwe start gemaakt met inderdaad de Creative Builds. En dit is toen een van die builds geworden. Dit is Helm's Deep, die wij eigenlijk gewoon in de Let's Build series van ons helemaal gebouwd hebben. Op jouw kanaal natuurlijk. Ja. 22 afleveringen waren het volgens mij. Ja, zoiets. Zou het heel goed kunnen zijn. Maar ja, het is wel echt vet nog steeds hoor. Als je hier rondloopt. Ja, we hebben nou alleen. Ze hebben hier nou wat huisjes nog eens neergezet voor de survival natuurlijk. Want dat komt er natuurlijk ook nog bij. Ja. Dus dat wordt ook wel heel interessant. Ja, en wij hebben zeg maar het idee dan zelf. Of in ieder geval Dennis heeft het idee gehad. Om gewoon zeg maar elk land weer een eigen koning te geven. En het gewoon weer een soort van Project Middle-earth te maken. Daar hoop ik dat het ook gaat lukken met de server die we nu op dit moment beheren. Of in ieder geval Dennis beheert. Of die het kan halen inderdaad. En anders dan moeten we een andere kopen.
Ja, want het is best nog wel een dure of een grote map. En die kost heel veel geheugen voor de server natuurlijk. En ja, dat vreet gewoon heel veel. Maar ja, naarmate je dus ook ziet dat gaat groeien. Want Dennis heeft gevraagd of ik ook een land wil gaan beheren. En onder het bewind van Dennis lijkt mij dat een heel goed plan om uit te oefenen. En ik denk dat er ook een aantal andere mensen zijn die graag mee zouden willen doen. Mm-hmm. Ja, we hebben nu op het moment dat we dan Rohan is eigenlijk bezet. We hebben Mordor, we hebben Rivendell, we hebben de Rangers of the North, dus dat is Eriador. Of ook wel Arnor, of maakt niet uit hoe je het wil noemen. Ik zou het even laten zien op de map. De Hobbits horen bij Eriador erbij trouwens. Die hebben er bij de Rangers erbij gegooid, omdat de Shire is natuurlijk wel een leuke locatie. Nou, had ik al gezegd Rivendell inderdaad, dan hebben we Rune. Yes. Rune? Oh, dat hele nieuwe hele grote gebied. Nee, het Rudel gebied. Oh, Rudel. Zeg maar Rudel. Rune. En niet de hele biome, zeg maar. Ja, die is gekozen, dus dan hebben we Mordor. Inderdaad. En dat zijn eigenlijk, als ik goed zeg, nou de factions, ja. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog Deel. En Iron Hills, Deel en Erebor, dat ligt een beetje gecombineerd. Oh, dat was Mopi, was dat. Hier, Mopi vliegt al hier naartoe, die wil gelijk in beeld. Hallo Mopi. Ja, jij bent een dwarvenlord, maar dan word ik een manlord, of niet? Ja, we kunnen natuurlijk wel even nog naar de plek heen gaan waar wij onze survival beginnen natuurlijk. Ja. Zullen we dat doen? Kan je mij tippen? Ik laat de wondere wereld aan jou over, Dens. Ik ga even inzoomen hoor, want ik moest even... Ik heb er wel een waypoint staan, maar dat duurt even. Ik zou de chat onzichtbaar maken, voordat mensen allemaal gaan lezen wat de geheimen gaan worden van de server! Wow. Ja... Dit is wel, wat is dit? Dit is Ravenhill. Dit is Ravenhill, ja. En als jullie hebben gekeken naar de Hobbit, wat is dit voor plek dan, Dennis? De Watchtower eigenlijk, de wachterspunt van Erebor. Alleen het is een beetje een combinatie geworden van eigen idee en een beetje film. Want we hebben nog wel natuurlijk in de film ligt Thorin uiteindelijk natuurlijk hier een beetje dood te bloeden. Op het water van een meertje. Er zit ook een klein easter egg in het water. Ik ga niet zeggen wat het is, waar het is, maar er zit een easter egg in. Oké, ik ga het ook dan niet laten zien dat ze de mensen dan zelf moeten ondervinden. Ja, nou, dat mogen ze ook niet zomaar. Maar ja, dit is dus jouw gebied straks. Ja. Jij gaat voornamelijk, ik zal het even laten zien op de map. Jij krijgt dus zeg maar echt Ravenhill, zoals je hier dus ziet... En heel Erebor is dus eigenlijk van Dennis. Hij heeft niet een heel groot land, maar hij kan heel veel onder de grond maken. Mm-hmm. Maar ja, wij gaan, ik ga dan zeg maar hier met Dale bezig. Hier komt dan een grote stad. The prosperous city of the Kingdom of Dale at the foot of the Lonely Mountain. It was destroyed by Smaug the Terrible in the days of the old, but rebuilt under King Bard. Dus ja, hier komt dus recht tegenover komt dus mijn kingdom. Ja. Ik ben Bard. Een rode Bart. Een rode Bart. Ja, het klopt er niet helemaal, want ik bedoel, ik ben Thorin en ik ben niet dood. Yes. En hier daarachter, dan zien jullie dus de poort die half ingeladen is. Ik zie hem helemaal nog niet. Bij mij, dat is het enige wat hier een beetje vaag. Ik lag hier zelf wel af en toe echt heel hard. Ik heb het vermoeden dat het aan de NPC's ligt, maar ik zou het anders niet weten. Maar we kunnen wel even een stukje naar beneden lopen. Oh, je hebt hier gewoon een heel pad naar beneden. Ja, belangrijk. Wow. Het is allemaal heel stijl, dus volgens mij de enige weg gemakkelijk om boven te komen. We zitten nog wel overal, kijk World Edit is nog iets wat heel veel gedaan moet worden om alles nog een beetje te kunnen fixen. Omdat de World Edit hoe we het bijvoorbeeld op... Hoe we het bijvoorbeeld op Kingdom doen, dat gaat natuurlijk niet. Maar ik bedoel, we hebben de Gate van Erebor weer helemaal gerebuild. We hebben het letterlijk vanaf oude foto's van het... oude project helemaal na moeten bouwen. Dan vind ik toch dat het aardig gelukt is. Ja, ik vind het alweer echt even een staaltje impressive werk. Voor de landscape die er nou nog voor moet worden geplaatst. Dat het best wel nice is. Ja, het is de gracht zeg maar. En dan de brug en dan nog een paar standbeelden. Nog de twee grote ook. Maar dat is op het moment nog niet zo heel belangrijk. Want Erebor zelf wordt iets wat we later pas gaan introduceren. En dat willen we straks ook zeg maar dan doen. Dat we het beetje de verhaal gaan volgen qua films, zeg maar. Dus we beginnen voor de Hobbit en dan zo gaan we verder. Dus we hebben ook de Battle of Erebor en alles. De Battle of Five Armies bedoel ik. Die hebben we ook allemaal nog. Ja.
Dus dat gaan we ook proberen allemaal nog op te nemen en ja. te filmen. Hey, lol. Ja, niet exact, dus maar gewoon traders. Een beetje. En dan moet je nagaan dat we, hey, The Kingdom of the Northmen, hier daar zitten we dus weer in deel, waar we zelf ook in de survival hebben gespeeld. Maar Dennis, ik heb er heel veel zin in, om eerlijk te zijn. Om dit ook leuk te gaan opnemen met jou, mm-hmm. lijkt me echt wel een mokertje vert. Ja, ik heb ook wel zin in de survival natuurlijk, want het is voor ons, we hebben nou de dwergen bij Erebor, waar de Iron Hills natuurlijk ook nog zitten, dus daar zijn ze ook, gaan ze ook beginnen. Ja, oh, dat is dus ook een groepje. Ja, dat hoort er bij mij bij, man. Anders is Erebor zo klein. Ja. Is er al veel gebouwd dan in deel of nog helemaal niks? Helemaal niks. Oh, gelukkig. We moeten even kijken, hè. Want deel is dan hier. En hoe we dat gaan indelen. Want ja, het lijkt alsof het heel ver weg ligt, natuurlijk. Ja. Maar volgens mij valt er nog wel mee, toch? Ja, het mag ook wel een beetje uit elkaar liggen. Anders is het dat we gelijk het bij is jou is zeg maar zo dat we met de landen... Ieder land begint meestal wel met één structure. En dan, als we niet direct een filmstructure kunnen bouwen... dan maken we meestal een beetje een eigen idee. Zo is het dat we bij Rivendell bouwen naar een kleine keep. Omdat Rivendell zelf... wil ik eigenlijk toch nog verder proberen te gaan met mijn Let's Build series. Maar daar moet een beetje veel aan gefactioneerd worden. Voordat we dat kunnen doen. En Erebor, ja, Erebor, dat wordt sowieso nog weer een hele klus om dat weer helemaal op gang te krijgen. Ik heb één geluk. Ik heb de troonzaal van de vorige nog. En ik heb de statues heb terug kunnen krijgen. Dus het is wel chill dat ik wel weer een beetje een basis heb straks als ik begin. En dan, ik bedoel, Mordor krijgt dan de Black Gate. Maar die beginnen waarschijnlijk iets later, maar dat ligt eraan. Er is nog geen echt vaste startdatum. En ik hoop, dit weekend, ik denk dat het een beetje, eerst hadden we gezegd vorig weekend en dat ging ook allemaal niet. En ik denk toch dat het pas volgende week een beetje de tijd voor kan nemen. En dat het goed is. Ja. Dan kunnen we er lekker aan beginnen. Ja, het wordt echt vet hoor. Ik vind echt jouw builds hier, ook hoe je dit hier zo op die berg hebt gezet. Het doet me echt gewoon denken aan... Dus de dwergen, zoals zij het ook hadden gebouwd. Ja, ik laat het allemaal even stiekem zien. Zo, wauw. Zo nice. Er zijn hier heel veel Harad-gasten. Oh, man. Oh, die traders. Er staan hier veel traders. Maar traders, eigenlijk... Dwarven traders. Dus je moet zeg maar het zo zien, omdat ook de server best wel groot is en iedereen heeft al wat land. Dat bijvoorbeeld, ik kan dus gewoon deel in... creative dus gaan bouwen, denk ik. Nou, dat is de keuze. Maar... Omdat deel... Ja, ik weet niet hoe snel je het neerzet, zeg maar. Maar we hebben het liefst natuurlijk dat voordat het startdatum begint dat je iets hebt, zeg maar. En het kan wel in de tussentijd opgebouwd worden, natuurlijk. Maar we hadden wel gezegd dat als deelbewijs van begin dat we dan... hoe kun je dat zeggen? Deel mag bijvoorbeeld met deel of met Lake Town beginnen. Want Lake Town heb je dan ook nog, hè? En Lake Town is zelfs voor het eigen banners. Ja. Oh, is dat zo? Even kijken, Lake... Of hoe ziet die eruit? Oh ja, die je hier hebt met die vissen. Ja. Oh ja, ik zie ze. Nice. Dus wij worden gewoon buurman, Dennis. Hey. Ja. Lekker hoor. En dus stel, je zal als speler straks op deze server spelen. Wat moet je dan voornamelijk denken wat je hier gaat doen? Want het wordt natuurlijk... We kunnen niet garanderen dat je volledig... elke dag content zou kunnen maken als YouTuber, maar wel dat je gewoon je eigen ding kan neerzetten. Ik wil sowieso met wat ik in ieder geval bij mij ga doen in de hoofdstad, en ik denk dat dat ook met bepaalde gebieden gaat worden, dat jij met banner protection kun je natuurlijk dingen zo instellen dat je een bepaald alignment nodig hebt voordat je verder komt. Dus wat ik wil gaan doen in Erebor is dat je kamers en gangen en dingen worden allemaal geblokkeerd met een banner protection, zeg maar, met een nummer of alignment. Dus eigenlijk hoe hoger jij je werkt met de alignment, hoe verder jij door Erebor kan komen op meer plekken. En dat is een beetje het idee wat ik ervoor had. Dus dat je een beetje jezelf daarmee ook een beetje kunt belonen. Ja. En we willen ook gaan werken inderdaad met lore items. Dus met zwaarden uit de film of andere wapens die je kunt vinden. En ja, er zijn nog vooral nog wel ideeën ook die nog uitgewerkt moeten worden. Want we hadden natuurlijk in PME hadden we altijd het idee van events. Net als de Mines of Moria, dat je dan
event had wanneer meerdere groepen op bepaalde punten beginnen om dan Moria, zeg maar, leeg te plunderen van Mithril. Maar yes, ja, yes. Dat soort dingen gaan ook weer tijd kosten om weer helemaal klaar te zetten, dus dan moeten we even kijken. Wel, het kan, is het wel heel vet natuurlijk. Maar goed, ik ben benieuwd, want we gaan een vette shit neerzetten. Nou. Jouw server wordt dan lekker groots. En op dit moment, hoeveel kingdoms zijn eigenlijk waar je nog mensen verzoekt? Doen er maar eens gewoon 2 à 3 grote. Nee. Als mensen die zeg maar ook een leider zouden kunnen zijn, voor welk kingdom zouden ze dan kunnen kiezen? Nou, ik wil sowieso eigenlijk nog een tweede elfengroep erbij, want we hebben nou Rivendell. En Rivendell is voor het echt helemaal een aparte groep. Hoort wel bij de High Elven Alignment erbij. Maar bij wijze van de High Elves of... eigenlijk moet ik het anders zeggen. Ik heb liever meer Bad Factions. Daar komt eigenlijk om in. Meer Bad Factions. Want sowieso Angmar is nog vrij. En we hebben dan dadelijk Isengard. Isengard staat, de toren staat er al. Maar dan moesten we nog wat dingen gaan aanpassen. En... Ja. Dol Guldur misschien wel. Dol Guldur is alleen een hele moeilijke. Want? Ja, Dol Guldur trouwens niet. Ik bedoel Gundabad. Want Gundabad zou ook kunnen. Alleen het probleem is dat het ligt in de Misty Mountains. En... ik heb het liefste niet dat iemand de Misty Mountains zelf in bezit heeft om door de Mithril, zeg maar. Ja, dan zit je dus bij Mount Gundabad. Maar ja, dat zou ook meer bij Angmar kunnen vallen, zeg maar, omdat het zo dichtbij ligt. Nou, maar Dol Guldur zou je wel kunnen introduceren, denk ik. Dol Guldur, ja, dat sowieso wel. Ja. Nee, ik weet wel dat Mirkwood en Dol Guldur is natuurlijk wel een hele laggy, lag gedeelte. Harad is al wel weggegeven, alleen ik heb tegen iedereen gezegd, Harad wordt nu niet gebruikt totdat de update is geweest van Harad. Ja. Want we weten dat de volgende update komt weer een update van Harad uit. En we hebben ook gezegd, we gaan dat land nog niet laten beginnen totdat de update is geweest. Yes. Dus dat wordt ook dus ja. Vet. En ja, voor de rest, ja, ik denk qua Bedfang hebben we natuurlijk het Moorden al. Ja, Gondor is op zich ook nog wel vrij, maar dat moet wel echt iemand... voor zijn die dat kan, want Gondor is wel een hele uitgebreide faction natuurlijk. Ja, klopt. Nou jongens, jullie horen het. Er komt dus weer een nieuw iets aan van de Lord of the Rings. In groepsverband, beetje PMA inspired. Hopelijk kunnen we het doorzetten. Ja. Ga er wel vanuit, denk ik. Voor tijd is en niet te snel. Ik denk vooral ook omdat we nou natuurlijk allemaal een beetje de game Shadows of War spelen, dat het ons gewoon al meer motivatie en inspiratie geeft om het te doen. Omdat je gewoon heel veel ideeën kunt krijgen uit de game. En ook de lore van die game is heel interessant. Dus we willen... ja, we moeten nog een beetje kijken hoe we het 100% willen gaan doen. Maar het moet wel leuk worden. Oké. Dennis, dan dank ik jou voor deze informatie. En Maupi, die heel graag wil kijken, denk ik. Ja. Die vindt het allemaal heel spannend. Die heeft heel veel zin in die jongen. Kan ik nu al zien. Jongens, vind je het leuk? Doe even dat duimpje omhoog. Rofnes binnenkort ook weer meer content van de Lord of the Rings. Let's Builds in samenwerking met... Hortsbagger. En we zijn er nog op zoek naar landen. Maar ja, dan moeten we wel iemand kunnen vinden waarvan wij zeker weten dat hij het kan. Of zij. Dus bedankt voor het kijken, mensen. Dat was hem alweer, denk ik. Of niet? Ja, kan lekker bijstaan, Dennis. Ja, lekker. Ik ben hier. Oh, ik val naar beneden, jongen. Oh, help me eruit, Dennis! Wow! Ja, het is er niet helemaal af. Maar wordt dat dan gewerkt? Het is al gewerkt, hoor. Dus welk gat? Welk gat? Ik zie geen gat meer. Hey, maar bedankt voor het kijken. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal en kanaal van Dennis. Linkje staat in de beschrijving. En tja, Dennis! Aan jou het eindwoord! Goed man. Later.